Trillingen, waar zijn ze niet? In het natuurkundelokaal, maar ook buiten. Hè? Een slinger, een schommel. En je kunt ook horen, nou, een stemvork voert ook een trilling uit. Allemaal trillende systemen. En daar gaan we eens naar kijken. Eerst naar die vier. Nou, hij gaat een trilling uitvoeren en tegelijk zie je het UT-diagram. En wat opvalt is dat het UT-diagram een prachtig mooie sinusoïde is. Het UT-diagram is een sinusoïde en als dat zo is, dan noemen we de trilling harmonisch. Een harmonische trilling, nou, komt heel vaak voor, heeft het UT-diagram een sinusoïde van. Deze harmonische trilling, een massa aan een veer, dat noemen we heel toepasselijk een massa-veersysteem. En we kijken eens naar de trillingstijd van zo'n massa-veersysteem. Waar hangt dat van af? Nou, allereerst de massa. Als je aan een veer een zware massa hangt, dan zal die traag heen en weer gaan. Kortom, meer massa, meer trillingstijd. Het gaat trager. Hoeveel trager? Nou, als een massa vier keer zo groot wordt gemaakt, dan wordt de trillingstijd twee keer zo groot. Het gaat dus twee keer zo traag. De uitwijking? Nee. Niet. De uitwijking van het massa-veersysteem is niet afhankelijk van de uitwijking. Je moet natuurlijk niet te ver naar beneden trekken, want dan gaat de veer eraan. Maar dat terzijde. En tenslotte de veer zelf. De stugheid van de veer, oftewel de veerconstante. Als de veer echt stug is, dan gaat hij een beetje zenuwachtig heen en weer, heel snel. En als de veerconstante heel groot is, heel slap, dan gaat hij weer heel traag heen en weer. Oftewel, dat is ook weer afhankelijk van. Ook hier is weer, als de veerconstante vier keer zo groot is, dan is de trillingstijd en nu niet twee keer zo groot, maar twee keer zo klein. De trillingstijd van een massa-veersysteem kun je berekenen met deze formule. 2π maal de wortel van m gedeeld door psi. De wortel, want massa en veerconstante waren allebei vier keer zo groot, dan de trillingstijd twee keer zo groot of zo klein. Je zult je afvragen van die 2π, wat heeft dat mee te maken? Dat heeft iets te maken met dat het massa-veersysteem eigenlijk afgeleid is van een cirkel. En de omtrek van een cirkel is 2π r. Vandaar. Maar je kunt gewoon natuurlijk onthouden 2π maal de wortel van m gedeeld c. En die uitwijking, dat is dus niet van invloed op de trillingstijd. En dat is ook het geval bij een andere hele bekende harmonische trilling, namelijk de slinger. Ook bij een slinger is de trillingstijd niet afhankelijk van de uitwijking. Denk aan de slingerklok. We gaan weer even naar de veer kijken. Nou, we gaan hem weer uittrekken. Doe maar. En loslaten. Hoppadee. Ja, daar gaat hij. En je ziet dat hij weer stilstaat. Die amplitude, die neemt af. En dat komt natuurlijk omdat er gewoon wrijving is, energieverlies. Dit noemen wij een gedempte trilling. Ja, een trilling met energieverlies is een gedempte trilling. De amplitude neemt af, maar de trillingstijd. Ja, kijk, trillingstijd is die 2π maar de wortel van m gedeeld door c. En je ziet, daar zit geen uitwijking in, zit geen amplitude in. Oftewel, trillingstijd, die blijft wel gelijk. Nu werken we heel vaak met een massa-veersysteem. En die heeft geen energieverlies. Ongedempt. Nou, geen energieverlies, dat kan natuurlijk niet. Oftewel, wil je hem ongedempt houden, dan zul je toch wel er energie in moeten stoppen. Ja, je moet iedere keer een klein zetje geven om hem in beweging te houden. Nou, en dat gebeurt op meerdere manieren. Denk bijvoorbeeld aan een schommel. Ja, schommel heeft iedere keer op een vast tijdstip even een setje nodig om in beweging te komen. Ja, de koekjesklok, ja, die moet ook energie hebben om te kunnen slingeren. Ja? En wie heeft er niet op gezeten? De albekende wipkip. Hoewel, volgens mij is hier een wipschildpad, maar dat doet er niet toe. Alles heeft hier een eigen trillingstijd of eigen frequenties. Alles heeft zijn eigen ritme. Er zijn altijd zulke eigenwijze kinderen
die denken van, maakt me niets uit, ik doe een eigen frequentie. Kijk eens. Je naar voren gaat je benen recht, hè? Ja? Goed zo. Kijk, het schommelen gaat pas goed als je in dezelfde frequentie meegaat als het trillingssysteem lekker vindt. Oftewel, de aandrijffrequentie die moet gelijk wezen aan de eigen frequentie. En als dat zo is, dat is er resonantie. Resonantie is dat het systeem mee gaat trillen met de aandrijffrequentie en dat die twee gelijk zijn. Resonantie is bij het schommelen ontzettend handig. Maar dat is minder handig. De frequentie van de luidspreker is precies hetzelfde als de eigen frequentie van het glas. En dan kan resonantie behoorlijk destructief zijn. Goed, laten we maar zeggen van we maken er een mooi harmonisch einde aan. Bedankt voor het luisteren en wellicht een tot horens.